de vierde vakantiedag. De derde dag in Slovenië. Nou zijn we begonnen met de beklimming van de Triglav. En dan hebben we drie waypoints gehad. Valt niet mee. Erg zwaar met een rugzak erbij. De hond. Dus ik weet niet of we het redden. We gaan in ieder geval een poging doen. Onderweg zag ik dit zielige foto. Ontelbare watervalletjes. Geen idee waar het water allemaal vandaan komt. Het zal allemaal smeltwater zijn. Nog even een rustpuntje op 900 meter. Kijken of Kasper wat wil drinken. Van het riviertje. Voor, maar hij heeft alle energie nodig. En de border collies die weten van je ophouden. Dan hebben ze na 3 uur de accu op. Terwijl we een hele dag te gaan hebben. Ja, hij is braaf. Ik ga weer verder. We zitten nu op 90 meter van het vierde waypoint. De temperatuur is 18 graden. Lekker windje. En we hebben een nieuwe recordhoogte van 1100 meter. Vorig jaar begon het in Prijkstel, dan zat ik op 700 meter. En toen was we al lang voorbij de boomgrens. Toen met de vakantie in Spanje kwamen we op 1000 meter. En nu 1100 meter. Dit gedeelte is nog wel goed begaanbaar. Ja, de volgende klim komt er alweer aan. Zware bepakking met de tent, slaapzak. Dat maakt het natuurlijk extra moeilijk. Oh, langs de bocht. We zitten nu op 1400 meter. Nieuw persoonlijk record. En het is echt mooi hier. Naderen de boomgrens en de sneeuw. Een paar keer gehad dat sneeuw op het pad lag. Dit pad is redelijk te doen. Oppassen voor de rotsen die naar beneden vallen. Drie glimsen.
geocachen. Ik zou beter kunnen vissen of biljarten. Ja, aan het ploeteren. Door de sneeuw. Kasper is al uit weg. Indrukwekkend hoor. We zitten op 1630 meter hoogte. Ik moet helaas terugkeren. Er ligt nog te veel sneeuw. Ik zak het er tot in de middel en weg. En als er nog een duidelijke padsaanduiding is, maar dat is het niet met al die sneeuw.